Zo. Lijkt wel lente. Ah ja, ja. Zit die apart, hè? Ik zit over het rijtje alleen om mijn lente. Nou ja, ik zag gisteren. Ik krijg van die herinneringen wel eens op Facebook. Ja. Dat was 2018. We stonden op de bosvijver met de kinderen. Ja, ja. Schaatsen. Ja. Kan je toch daar niet voorstellen? Nee, nee, nee. Wil jij. Oh ja, nee, toch. Wil je ook dat lichtje aandoen daarin ook? Oh ja. De laatste loodjes, hè? De laatste loodjes, ja. Nou, het schiet dan echt op. Ja. Kijk, ik kan er wel moois voor je meegenomen. Kijk. Alle kleine beestjes helpen. Staan jouw standpunten dicht bij de onze? Laten we dan de handen ineens slaan. Dat is op zich al mooi, hè? Als een politicus dat van plan is om de handen ineen te slaan. Nou, zeg dat. Ik zat vanochtend, ik nog net even op de rand toen ik hier naartoe reed, zag ik het filmpje van Wim voorbij komen. Wim van Rooyen? Ja. Ja. En dat is volgens mij wat we de komende jaren moeten gaan doen, toch? Ik zie altijd die Herman Nachtegaal, die zit dan hier. Het hele dossier voor zich. Ja, ja. Ik altijd, wat heeft hij daar nou allemaal in staan? Op enig moment heb ik hem hier op de Leusderweg gesproken ook, voor de Stadsbron voor Straatpaard. Oh. En toen had die man gewoon goede ideeën, goede verhalen, ja, goede gedachten. In ieder geval heel betrokken. Toen heb ik gezegd, zullen wij zo nu en dan eens een kopje gratis koffie doen? Want ja, ik had zoiets van, het is belangrijk dat de stad ook die verhalen en die geluiden hoort. Ja. Omdat anders we straks weer een verkiezingsuitslag krijgen en dan roept iedereen, huh, hoe kan dat nou? Ja, had je niet in de gaten dan dat er zoveel mensen boos waren, teleurgesteld waren, wantrouwend geworden waren, ja, of zoiets hadden van, jongens, zoek het uit, ik hoef niet meer. Nee. Dat idee. En toen is hij dus regelmatig bij mij een kopje koffie komen drinken. En nou doet hij in die map, hij knipt dingen uit de krant, hij zoekt dingen uit. Hij, ja. En houdt hij, zeg maar, een dossier van mij. Ja, oh, prachtig. En daarom vind ik het leuk om dat met hem te doen. Ja. En daarnaast natuurlijk met mensen die zeggen van, nou, ik ga iets verder nog. Als het kan en als Amersfoort het wil, ga ik in de raad zitten. Ja. Ja. Op een van die 39 stoeltjes. Ja, op een van die 39 stoeltjes. Ja. Waarvan Wim inderdaad zegt van, joh, niet die 39 mensen daar en die paar anderen die dan nog regelmatig mee vergaderen, die maken de stad. Dat doen we samen. Jij hebt bijvoorbeeld je in eerste instantie druk gemaakt voor Groen West. Ja, die westelijke ontsluiting. Ja, Groen Amersfoort inderdaad. Ja. Toen zat je aan de andere kant nadrukkelijk van de actievoerder die de gemeenteraadsleden tot bepaalde inzichten wilde brengen. Klopt. Heb je daar het idee van gekregen dat dat iets uitgemaakt heeft? Nee. Nee. Als ik kijk naar 4 jaar geleden. Ja, toen waren we op dit moment ook een beetje campagne aan het voeren voor de partijen waarvan we dachten dat die echt het verschil zouden gaan maken. En we hadden een grote groep mensen bij elkaar. Ik denk dat we zo'n 40 vrijwilligers hadden. Echt mensen die betrokken waren bij de stad, die ook echt onderzoek wilden gaan doen. En die veel van hun vrije tijd opgeofferd hebben voor alles wat we door de jaren heen naar boven hebben getoverd. Hè, waar een raadslid eigenlijk geen tijd voor heeft. Hebben we echt gedoken in wat gebeurt er nou in de stad. Hè, ook samen met iemand als een Bart Beeftink die de hele bomenboekhouding door de jaren heen heeft bijgehouden. Wij zijn toen eigenlijk in alle fouten van de verkeersmodellen gedoken. Ja. In de gemeente ontkende dat er beschermde diersoorten in het gebied zaten. Zijn we samen met de Dassenwerkgroep weekenden aan het onderzoeken geweest. Een dik rapport gemaakt. En heeft dat het verschil gemaakt? Nee, want de raadsleden zeiden, oh ja, oh jeetje, dat is mooi. Maar we doen er niks mee. Voornamelijk de coalitie, waar we probeerden natuurlijk het daar iets open te breken. Van jongens, kijk nou daadwerkelijk wat er aan de hand is. We willen de kostbare natuur van de stad, onze leefomgeving, die we zo hard nodig hebben, die onze kinderen straks nodig hebben, die willen we beschermen. En wat zie je dan op dat moment? Ja. Dat er mensen beginnen af te haken. Mensen die avonden, weekenden van hun vrije tijd gespendeerd hebben. En mooie rapporten die nog steeds online staan. Ja. Ja. Maar en die ook nog steeds staan.
als een huis. Die nog steeds staan die als een huis. Die feiten gebaseerd zijn. Absoluut, ja, absoluut. Okay. Want je ziet eigenlijk dat alles wat we door de jaren heen netjes beschreven hebben, dat nu aan het eind van de rit alles is uitgekomen. Ja, en ik vind dat echt schandalig hoe je op zo'n manier burgers wegzet. En aan het eind van de rit moet toegeven, oeps, die 4000 beloofde boompjes, ja, dat gaat niet lukken. Het worden er 2492. Nog geen 60%. Het zou een heel duidelijk signaal moeten zijn van, jongens, het gaat niet goed met de natuur in deze stad. Compensatiedoelen komen we al niet na. Ja. En de afgelopen weken is er een IPCC-rapport uitgekomen waar alle alarmbellen op af zouden moeten gaan. Ja. Ik had een persconferentie van de heer Rutters verwacht. Ja. Van, jongens, we moeten nu echt de klimaatcrisis uitroepen en we gaan nu echt bijsturen. Ik heb het nog niet gezien, maar dat is wel iets wat we nu in Amersfoort moeten gaan doen. Ja. Ja. En wij hebben een eerste aanzet daarvoor gedaan afgelopen zondag. Ik zit nog te twijfelen. Hè? En jullie dragen een warm hart toe. Waarom? Omdat jullie inderdaad een hands-on club zijn. Hè? Ja. Niet alleen zeggen het kan anders, maar dan ook zeggen oké, dan moet ik misschien gaan zitten waar het anders kan. Ja. Dus in de gemeenteraad. Dus dat spreekt me ontzettend aan. Waarom zou ik nog meer per se op jullie moeten stemmen? Nou, als je weer een partij wil hebben die het niet alleen binnen de raad weer 4 jaar gaat zitten doen, maar ook echt samen met de burgers wil optrekken. Net zoals afgelopen zondag, samen gaan we bomen planten. We gaan samen iedere maand de stad opruimen. Al jarenlang doen we iedere maand ergens in een wijk gaan we vuil prikken. Ja. Omdat we zijn zichtbaar, mensen vinden het leuk, je maakt een praatje, het inspireert ook nog eens. Zie ik andere partijen niet doen iedere maand. En zo we organiseren lezingen, workshops over bepaalde thema's. Dus we willen komende jaren echt met de burgers gaan optrekken. Want de kennis zit niet in die raad. De kennis zit in de stad, in de wijken, bij de mensen. Dus jullie willen het echt samen, samen doen. Want dat is een kreet. Sorry dat ik er even op aansla. Ja. Maar die hoor ik al jaren. Hè? Samen maken we de stad. Ja. Starten voor de start. Participeren moet je leren, noem het allemaal maar op. Ja. En wat moet mij nou overtuigen dat jullie dat echt gaan doen? Nou, ten eerste, je kan kijken van hoe ik me de afgelopen jaren al opgesteld heb. Ja. Ik ben echt een samenwerker, een verbinder en ik wil ook echt dingen oppakken, dingen doen. Mm-hmm. Dus vanuit datzelfde oogpunt ga ik dat ook samen doen. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat er in de stad leeft, waar mensen naar op zoek zijn, wat hun zorgen zijn. En dat signaal zal ik straks ook laten horen. En juist als je vanuit die kennis en ervaring gaat putten vanuit de bewoners. Dat is voor wat mij betreft ook direct dan de nieuwe bestuurscultuur. En dan zeggen, er gaat een plan spelen. Ja. Echt vanaf het begin gaan we die bewoners erbij betrekken. Ja. En, want er gaan grote thema's spelen komende jaren. Woningbouw is er zo één. Ja. Waarvan je al ziet dat mensen op hun achterste benen staan als je ze pas op het allerlaatste moment betrekt. Maar denk ook aan de klimaatdoelen die we moeten halen. De energietransitie en de stad klimaat adaptief maken. Ja. Nou, ga dat nou samen met die bewoners doen. Ja. Dan zou je ook zien dat het draagvlak vergroot. En dan zou je ook, als je de bewoners vertrouwt, als je laat zien dat je ze ook echt vertrouwt, dan zal het vertrouwen in de politiek zal ook weer terugkomen. Ja. Want dat is nu heel ver weg. Ja. Dus stel je daarvoor open, laat zien dat je ze echt vertrouwt, dat je ook niet alleen maar ze wat input laat leveren, maar dat je ook echt ze een stukje invloed laat geven op beslissingen die je maakt. Ja. En dan zou je ook zien dat bewoners best bereid zijn om daar iets van hun vrije tijd in te investeren. Dit is bijvoorbeeld al een rapport van jaren geleden, waarin staat niets doen op het gebied van klimaat, adaptief maken van de stad, kost 60 tot 145 miljoen euro. Ja. Heeft de Wageningen Universiteit het Environmental Research toen uitgezocht. Dat is op basis van de klimaatmodellen van 2013. We zijn iets verder. We weten ook dat die modellen iets zijn bijgedraaid. Dat het veel harder gaat. Dus het wordt alleen maar alarmerender. Hè? Ja. 60 tot 145 miljoen kan nu misschien wel eens. Dat was in 2013.
het idee van jongens, als je er niks aan doet, gaat dit het je sowieso kosten. Ja, op basis van de modellen. Dit rapport is een paar jaar later uitgekomen. En modellen moeten we voorzichtig mee zijn, hè? Want die verkeersmodellen bij de wetsontsluiting. Precies, nou ja, die kwamen niet uit. Maar we zien nu, juist bij het klimaat zien we het tegenovergestelde, dat die modellen veel te voorzichtig zijn. Ja. En wat kunnen wij dan doen? Want wij zeggen altijd, ja, als Nederland iets doet, druppel op een gloeiende plaat. Als Amersfoort dus iets doet, is het helemaal een druppel op een gloeiend hete plaat. Gloeiende hele hete plaat. Waarom moeten wij toch hier in de stad iets doen? Omdat de stad anders onleefbaar wordt. En dat is ook wat in dit rapport staat. Hè? Dit soort plaatjes geeft aan van hoe over 10 jaar, als we echt hitte zomers krijgen, boven de 40 graden, dat een aantal wijken, zoals het Soesterkwartier, hier staat het Hoef opgegeven, maar ook de noordelijke wijken, waar er weinig groen is, het heel zwaar gaan krijgen. Ja. En als we daar geen voorbereiding op nemen, dan zitten mensen daar in huizen waar ze niet meer kunnen leven, waar ze niet meer kunnen slapen, wat ten koste gaat van hun werk en et cetera. Dus echt de leefbaarheid van de stad gaat dan achteruit. Doet mij denken dat we dus moeten isoleren, omdat we de kou buiten de deur moeten houden in de winter, omdat ook het gas al erg duur geworden is. Maar dat we in de zomer dus de hitte buiten moeten houden, omdat het dan heel erg heet geworden is. Ja, nou, dit is een, die haal je precies aan wat ik denk nu 3 jaar geleden met mevrouw Jans had ik eens een keer een gesprek georganiseerd van... Ik zag dat het alleen maar over een warmteplan ging en over hoe krijgen we een wijkje van het gas af, terwijl we CO2 moeten gaan besparen. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. En toen had ik samen met de medebestuurslid Michiel had ik een gesprek van, joh, je zou het anders aan moeten pakken. Het gaat niet alleen over warmte, ook, het gaat om ten eerste CO2 besparen, want dat zorgt ervoor dat we die 1,5 graad niet gaan overschrijden. En ten tweede gaat het om dat bepaalde wijken waar wat oudere woningen staan, straks in de zomer ook leefbaar houden. Dus isoleren helpt niet alleen die kou buiten te houden, maar ook om die warmte buiten te houden. Ja, want wat zie je in dat soort wijken de afgelopen zomers? Zie je nu rijen met airco's op de daken geplaatst worden. En geeft die mensen dus ongelijk. Maar daarmee ga je klimaatdoelen al helemaal niet halen. Bouwen, zeg je, is ook zo'n belangrijk verhaal. Dat is natuurlijk voor iedereen helder. Iedereen moet wonen en jouw kinderen straks. Maar je ook blij is die de deur uitgaan of kunnen. In ieder geval. Ja. Maar, dan moet je er wel woonruimte voor hebben. Zeker. Wat gaan jullie daarmee doen? Wat denken jullie concreet bij bouwen? Hoe moet dat plaatsvinden? Nou, ten eerste, doen we maar dat in de polder of doen we dat in de hoogte? Of doen we dat? Wat doen we dat? Nou, er staan natuurlijk heel veel plannen op stapel. En onder andere in langs Eemenspoor is het aantal al verdubbeld. Ja. Bij de Hoef zie je nu al meer woningen in de planning staan dan dat er voorspeld was. En we hadden een bouwopgave voor de regio van 13.000 woningen. Daar zitten we nu al aan. Ja. Dus nu dan gaan nadenken hoe kunnen we nog meer bouwen, is totaal onrealistisch. Ja. Want je ziet dat Amersfoort nu ook al inzet op doorstroming. Ja. Hè, wat vergrijste wijken zie je wat heel betekent, veel. Dat halen we het dan wel in? Hebben we straks geen woningtekort meer dan? Dan heb je heel goed kans dat het woningtekort daarmee zichzelf gaat oplossen. Want stel je voor dat al die ouderen een meer geschiktere plek vinden. Ja. Ik praat ook over mijn eigen ouders. Die zijn al jaren op zoek naar een wat leuker, kleiner woningje van de woning waar ik bijvoorbeeld ben opgegroeid. Ja. Het lukt ze gewoon niet. Of ze moeten meer betalen voor een appartementje zonder tuin. Ja. Dan de woning waar ze nu in woning. Daarmee kan je eigenlijk zeggen van een tuin is niks waard. Ja. Want woningen zonder tuin kosten meer op dit moment. Nou, hoe zorgen we nou dat het doorstroming op gang komt? En ten tweede dat we de juiste woningen bouwen. Mm-hmm. Voor zowel jongeren als ouderen. Als voor starters die een woning zoeken. Dus daar gaan we ook op inzetten. En het liefst binnen de randen van de stad. Of in groen. Ik heb hier nog een mooi voorbeeld. Dit was een van de meest betrokken burgers al jarenlang, Theo Rijmer. Die heeft een brief gestuurd naar de gemeente. Inspraak is bezigheidstherapie. En dan zeg ik stop ermee. Ja. Ik ga niet meer mijn vrije tijd investeren in zorgen dat de stad mooi wordt. Want de laatste stap die hij moest nemen is zich verantwoorden bij de jurist. Zeg maar het aanvechten van het plan wat ze hadden om die boom
komen toen in onder andere de Borgesiuslaan tegen te houden. Het was een groep bewoners. Dus dan kom je niet met, zeg maar, de bomenexpert van de gemeente. Je komt niet met hoofdstedelijk beheer. Je komt niet met weet ik wie. Nee, je komt met een jurist aan tafel. Een jurist. En dan gaat de jurist wel vertellen hoe het zit en hoe het moet. En anders dan gaat hij voor jou en met jou naar de rechtbank toe. En als je daar geen gelijk krijgt, zelfs naar de Raad van State, hoor ik recent. Ja. Dat iemand, een individuele burger, die twee keer van de rechter gelijk krijgt. Precies. En dan zegt de gemeente nee, dan gaan we naar de Raad van State. Ja. Dat lijkt me toch te zot voor woorden. Ja, de wethouder Van Eyck, die zat dat toen voor. Ik heb zelf toen ook nog ingesproken bij die zitting. Ja. Hoe zuinig we moeten zijn in het groen in onze wijken. En ook nog met een ecoloog hebben we samen ingesproken. Ja. En toen zei wethouder Van Eyck, ja, het is toch eigenlijk best wel treurig dat dit nodig is. Ja. Ik zei, ja, maar wat gaat u er dan in doen binnen het college? Ja. Want uw verantwoordelijke wethouder zit hier niet bij. Nee, maar dat is ook zoiets bijzonders, dat dus jullie gaan dan daar voor een hoorcommissie. Ja. En moet dan bij de collega van degene waar je een probleem mee hebt te biecht. Ja. En die moet dan vervolgens weer, ik weet niet wie de pas zijn, maar die moet dan vervolgens weer met één mond spreken namens het college vervolgens. Ja. En dat is toch te absurd. En dan denk je, nou ja, misschien gaat hij er nog wat mee doen. Oliver, uiteindelijk komt het van? Nou, dat zou een hele mooie stap zijn. Hè. Dat hebben we ook gepleit toen voor de Westelijke Rondweg. En hebben dingen ook naar de nationale ombudsman toegestuurd om te laten onderzoeken. Eerlijk delen vind ik een hele belangrijke. Ja. Eerlijk delen. Gewoon zeggen van jongens. Eerlijk delen, ja. Hè, en dat betekent niet dat jij net zoveel moet verdienen als ik. Want dat is ook niet per se nodig. Maar we moeten het wel een beetje gelijkelijk verdelen. In de stad en voor iedereen. En zelfs in de wereld. Want je ziet nu, en dat zie je al jaren, als je het niet eerlijk verdeelt, komen ze het gewoon halen, vroeg of laat. Dus ja, dan heb je evengoed een probleem. Ja. Dus wees nou verstandig en verdeel het eerlijk. Hoe gaan jullie daar lokaal invulling aan geven? Nou, als je nu kijkt, wat is er nu heel actueel? Dat is natuurlijk de energiearmoede. Dus ja, de laatste weken ook veel met mensen gesproken die amper meer hun energierekening kunnen betalen. Ja. En dan zeggen ze, ja, ik zou het best willen verduurzamen. Ja. Ik zal niet weten waar ik het van moet doen. Want al mijn spaargeld is al op. En laat staan dat ik mijn rekeningen nog kan betalen. En dat is waar wij ook echt willen op gaan inzetten. Om die mensen die het al zo moeilijk hebben ook mee te nemen in de energietransitie. Dat die ook kunnen gaan verduurzamen. Dus een klimaatbudget, klimaatfonds maken. Waar ze een renteloze lening is. Waar de mensen de stappen uit kunnen nemen om te gaan verduurzamen. Dat hun maandlasten verder gelijk blijven. Wat gekoppeld is aan de woning. En waar ze dan ook uiteindelijk de lusten van hebben. Want een woning die verduurzaamt is ook nog eens comfortabeler om te lenen. Dus juist die mensen die het zo moeilijk hebben. En die, je kan zeggen tegen iedereen, ze leg je zonnepanelen op de daken en ga de stappen maar nemen. Alleen, als je die groep vergeet, dan gaat je energietransitie ook niet lukken. Nee. En dan zal het alleen maar verder afnemen. Nee. Dus juist met die groep ook zorgen dat die echt mee gaat doen. Als ik jou hoor zeggen van nou geld bijvoorbeeld voor zo'n energiefonds en geld kun je goedkoop lenen, dan denk ik nu lenen ze geld 108 miljoen voor een staathuis voor over 50 jaar. Wie kan er nog 50 jaar vooruit kijken, denk ik dan. Ja. Maar als je toch goedkoop geld kunt lenen, doen we het dan voor dat energiefonds. Ja, nou, ontzettend goed punt. Want ten eerste zou het uitgangspunt moeten zijn, de gemeente gaat de komende jaren het goede voorbeeld geven. Ja. He, want als je het goede voorbeeld geeft, dan zijn bewoners ook meer bereid om dat voorbeeld te gaan volgen. Practice en, what you preach. Precies. En wat voor voorbeeld geeft het als jij dat bepaalde mensen amper meer hun rekening kunnen betalen en jij gaat een duur stadhuis bouwen op die plek. Nog los van duurzaamheid, want het heeft niks meer met duurzaamheid te maken. Hè. Een circulaire stad gaat er ook om dat je zoveel mogelijk gaat hergebruiken en ook bestaande bebouwing ook weer gaat renoveren. En denk aan Jericho, maar denk ook dan aan het stadhuis. Het beton slopen en het ergens op anders weer opnieuw opbouwen, dan zijn we in één klap door ons CO2-budget heen. Dat is ook iets wat wij willen gaan instellen. Ja. De stad krijgt gewoon een CO2-budget en ga dan maar kiezen. Want de gemeente kan wel zeggen, jij moet gaan besparen als burger, meneer Lampen. Ja. Je gaat zorgen dat je CO2 neutraal wordt. Ja. Maar als het zelf niet worden,
Hoe kan je dan verwachten van je burgers als ze die stappen nemen? Je wil niet weten wat dus het... jullie zeggen van wij gaan een CO2-tax afspreken en zeggen van daar doen we het mee en daar gaan we niet boven. En als je er wel boven dreigt te gaan, jammer. Dan ga je maar kiezen. Dan kies je maar. En dan kan de gemeente straks kiezen of leggen we die weg aan. Ja. Waar enorm veel uitstoot. Hè? Je wil niet weten wat het kost aan CO2, fijnstof, stikstofuitstoot. Om een weg aan te leggen of een gebouw aan te leggen. Dus dan kunnen ze dus tegen de bewoners zeggen: kies maar, moeten we die weg aanleggen? Of gaan we die huizen bouwen die jullie zo hard nodig hebben? Want ons CO2-budget is er bijna doorheen. Kijk, en dan heb je het over verantwoorde klimaatkeuzes maken. In plaats van zeggen: ja, maar dat telt niet mee. Hè? Tegen de bewoners zeggen: kies maar. Was toch ooit een kroonjuweel van D66? Tegen de bewoners zeggen: kies maar. Hè, dit en dat is de keuze. Ja. Zeggen jullie maar iets met. Hè? Ja, iets met burgerberaden. Dat is iets waar wij heel sterk op willen gaan insteken. Ja. Dus kennis uit de stad gebruiken. In plaats van dat je ergens aan het eind van het traject de bewoners nog eens even roept: oh jongens, we hebben een participatieavondje. Ja. Kijk nog eens even naar het plan. Kleur van de tegeltjes. Nee, we willen dat een groep burgers, en die kan wisselen, hè? Dat hoeft niet altijd dezelfde samenstelling te zijn, maar die kunnen dan meedenken over dit soort thema's. Over klimaat, vergroening, bouwen. Want bouwen doe je niet alleen voor de bewoners, moet je voornamelijk met de bewoners gaan doen. En daar zet je dan ook deskundigen uit de stad in, betrek je onafhankelijke deskundigen in. En die bewoners kunnen dan advies geven aan de raadsleden, waar ze dan hun beslissing op gaan nemen. In het kader van de CO2-uitstoot, als ik jou nu nog een kopje koffie geef, kan het apparaat uit. En dan besparen we ook weer, hè? Nou, dat vind ik een hele goeie.